Mensen hoeven minder vaak naar de notaris als het aankomt op voorhuwelijkse vermogen. De wet heeft een duidelijke bepaling voor het vermogen dat voor het huwelijk is gegenereerd. Dit zei minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie donderdag in de Nationale Assemblée bij de behandeling van de wijziging van het burgerlijk wetboek en andere aanverwante wetgeving. De minister reageerde op vragen van VHP-parlementariër Mohammad Ali over het gescheiden houden van voorhuwelijkse vermogen en het nahuwelijkse vermogen. En als ik met de pet van de minister van Ruimtelijke Ordening praat met de milieuorganisaties en ze vertellen over de ruimtelijke planning voor de landbouwsector, de energiesector, de mijnbouwsector met de olie- en gasproductie die op komst is en de infrastructurele sector die allemaal een impact kunnen hebben op het milieu, zeggen ze vaker aan mij, we willen niet dat het milieu eronder leidt en we willen zo min mogelijk activiteiten die impact hebben op het milieu. De wet zegt dat het voorhuwelijksvermogen privé blijft. Dit geldt dus als er geen huwelijkse voorwaarden zijn gemaakt. Onder de leden van het parlement waren er veel vragen over het fenomeen schijnhuwelijk. Een dergelijk huwelijk is een huwelijk dat wordt gesloten met het doel om bepaalde voordelen te verkrijgen, zoals verblijfsvergunningen in plaats van op basis van een oprechte persoonlijke relatie tussen de echtgenoten. Minister Amoksi liet weten dat binnen het nieuw burgerlijk wetboek er ook aandacht is besteed aan schijnhuwelijken. De belangrijkste bepaling is in artikel 18b, lid 2 van boek 1, nieuw BW. En dit luidt als volgt. De ambtenaar van de burgerlijke stand weigert eveneens tot het opmaken van de akte over te gaan, indien hij van oordeel is dat de Surinaamse openbare orde zich hiertegen verzet. Hierin krijgt de ambtenaar van de burgerlijke stand de opdracht om te weigeren, indien hij van oordeel is dat er sprake is van schijnhuwelijk. Hiermee kan nog weinig ervaring zijn opgedaan. Data zijn er dus niet. Maar het lid Sharman heeft gelijk, voorzitter, dat nu al serieus rekening moet worden gehouden met het verschijnsel schijnhuwelijk. De minister benadrukt dat de wet klaar moet zijn om misstanden goed te kunnen aanpakken.